Contact links, contact links. Link check je. Nee, nog niet. Ah, ja, daar. Links. Kom, stijg maar weer op. Ja, we boeken hem. We hebben driver zicht op de route naar het eerste OV. Ja. We gaan een of andere dingen aanvallen op de kaart. Dan wat info dingen bij, meer weten we ook niet. Ja. Thijs, kijk even of jij eventueel de buddyparen moet herindelen met Sven erbij. Ja, simpel. Sven komt bij buddy 2 en jij vliegt eruit. Ja, doe maar. Mensen hebben weer maximaal stress omdat het een bobmissie is. Even ace check, buddy par 1, hoe zijn jullie eraan toe? Groen. Buddy par 2, ik ben groen, Gerben, hoe is het met jou? 3. Julian is groen, Rob wordt geholpen. Check, Sven, alles kit? Lekker. Wat we nu gaan doen, lui, dus nog even een recap. We gaan richting Camp Darwin in het oosten. Is gemarkeerd. Alle intel die we van de Amerikanen hebben gekregen staat in zwarte bullets naast het objective. We gaan het eerst zelf nog observeren. Kijken waar die patrouilles allemaal rijden en zo. Dan is ons objective om dat kamp te clearen. Clear an assault en er zijn civi hostages. Dus hou daar rekening mee. En wat we net ook al zagen, die vijand is niet bang om die RPG's te gebruiken. Dus driver gunners, ga strategisch met je voertuig om. Denk aan niet skyline. Niet onnodig dat ding de vuurlinie in rijden, et cetera, et cetera. Okay. Kun je raam naar beneden? Oh, spijtig. Links achter ons thuis, ik meen een wit voertuig te zien. Eens kijken. Links achter rijdt nog niks. Ja, een andere groep. Ja, oké. Okay. Nee, ik meen iets wits te zien in mijn ooghoek. Oh ja, het zou klein zijn, dit zijn. Dan zien jullie ook dat beest daar. Oké, ja, dan zijn we hem allebei. Want het ziet de hele tocht er nog goed uit. Wel B gedrukt. Nou, het is plus en min, zeg maar. Als je inzoomt, krijg je wand, beeld en ja, dan probeer B is. Helemaal. Probeer B is. Okay. Ja, dat werkt ook nog. Alleen als je dan inzoomt, is dat niet zo, maar oké. Okay. Ook niet als je weer opnieuw B drukt? Nee, dat probeerde ik direct. Ik dacht van yes, dan heb je ideale view distance, maar. Maar goed, een wereld in zwart-wit zien is al ook al heel wat. Maar ja, aangezien al het warme wat oplicht, wolf en dier is wel vijand. Oh nee, of safe. Contact front, afbreken naar achteren. Contact front. Maximaal naar achteren rijden.
regio uitgeschakeld. Ja, lekker gewerkt. Ik weet niet waarom, maar we hebben een plaat aan de achterkant, dus dan hebben we nog iets van vuurdekken. En vooruit rijden gaat toch echt wat sneller dan achteruit. Kijken, leeft daar nog iets? Ja, maar wel drie kroos met wat stress. Dus of die dan nog raken, dat is een vraag 2 natuurlijk. Het is een popmissie. Heb je 2 weer, kwam weer intel, mensen gingen weer moeilijk. Ja. Ja, dat doet hij nu standaard. Mensen schieten meteen vol in de stress. Wil je weer terug de weg op of wil je offroad blijven? Hou het maar offroad. Want de weg lijkt duidelijk dat ze daar wel een weg weten. Dus dan kunnen we beter offroad gaan om te voorkomen dat we weer geambushed worden. Ja, we gaan wel even de weg oversteken naar de andere kant. Yo, good call. Nu die cruiser. Ja, dat klopt. Maar terwijl we net aan het wegrace waren, was ik telkens te laat, zeg. Of te vroeg. Dus ik zet hem nu eventjes vast op 300 meter. Dat is gewoon een prima beginstand. Op een gegeven moment was het 10 meter, dat was niet zo grappig meer. Ja, nou, vrij feitelijk, zeg. Is een stuk. Typisch defensie. Wel waar. Ben ik ook eens, hoe lang duurt het voordat wij een 12 volt lampje hebben? Gunners, blijf goed 360 graden om je heen kijken. Jullie zijn over onze ogen. Ben Maan, jij bent positief 6. Oké, zometeen splitsen wij dus af richting Bravo over 1. Het liefst wil ik met de voertuigen niet skyline. En dus drivers aan jullie om een discreet plekje te zoeken. Wil ik even te voet OV verkennen, kijken hoe het zicht is, et cetera. Jo. Hetzelfde als voor verkennen. Stoor ik me ook nog steeds mateloos aan. Ja, ook wel. Dus een boom valt mee. Nou, maar weet als je zo meteen een beetje zicht hebt met je kroos. Ja, dan roep ik wel. Het is voornamelijk dat we gewoon op een heuvel staan waar we niet naar onder kunnen kijken. Maar veel beter wordt het niet, zeg maar. Of moeten we hem wel heel erg in zicht gaan zetten? Dan zet hij hem maar neer. Godverdomme. Repareren.
Oké, Alpha lijkt in contact te zijn. Wij houden ons even met ons eigen hachje bezig. Hebben wij vanaf hier zicht? Hier gewoon mijn benen verrepareren. Kom even in de auto zitten waar je net in zat. Lui, laten we vanaf hier heel eventjes kijken wat voor patrouilles en dergelijke hier in de diepte rijden. Ik weet dat die er waarschijnlijk zijn. En daarna rijden we door. Dus heel eventjes vanaf hier het plateau voor ons bekijken. Ik ben even snel mijn radio knopje aan het fixen. Yo. Yo. Kan je je pakken? Ah nee, ja, dat... Alpha Bravo. Oh, je bent ook CLS verder. Contact, vraagteken over. Kopie dat. Dat is all I wanted to know. Bravo, geen bizo's. Uit. Oké, ik zie niks bijzonders in de verte. Drivers begint zich te krijgen op Bravo OV2. Dan gaan we een beetje zoveel mogelijk door de bossen en door de begroeiing gaan we daar naartoe rijden. KWO. Ja, ik zie echt een bos voor me wel. Ik ben klaar. Heb je MCC? Heb je MCC distance al? Oh, dat doet niet. Oh, dat weet ik niet. Hij wil niet. Ja, ik zie gewoon een boslijn die van... Die begint bij 140 en die loopt door tot en met 100, tot en met 60. Net in een bosje. Nee. Had ik weer naar voren, verdomme. Driver zicht op Bravo OV2. Zicht. Dan kunnen we instijgen en gewoon rustig, zoveel mogelijk beschut rijdend die kant op. Dan geven we Alpha nog even de kans om met ons mee op te trekken globaal. Alpha Bravo. Mes, radioknop gefixt. Hoi. Nou, het verzoek was instijgen. Wij gaan gelijk maar doorbewegen. Zicht krijgen op OV Bravo 2 of Bravo OV 2 OV. Via de bossen die kant op te gaan. Ja, oh, hij is verplaatst. Ja, weet ik niet, maar... What the fuck? Ik heb zo'n ring. Ja, sorry, ik heb het OV echt net last minute verplaatst. Ik denk, misschien zien we vanaf daar nog iets, en anders dan gaan we gewoon door naar OV3. Oké, ja, ik vraag zo meteen wel even. Wie heeft het geplaatst? Gaan we dus geen ene kut zien? Waarom doet die kutknop het niet? Ik ga me wel eerst focussen op de gun. Beter idee. De hond, tja. Gunners, even extra oogjes op dat compoundje links van ons. KWO. Verdacht leeg zelfs. Verdacht leeg zelfs. Ja, ik denk niet dat dit is. Rij maar gewoon door naar Bravo 03. Alpha die is ook dichterbij gegaan, omdat hun middelste OV zat in een ditch. Dus laten we ook maar gewoon direct zoveel mogelijk naderen. Niet kaart lezen. Ja, ik zie ze ook. En ik heb ze per ongeluk neergezet ofzo, maar ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan. Netjes. Ja, sorry, ik kan ze ook niet weghalen, lijkt het op. Nee, daar blijven ze staan. En misschien als jullie het allemaal voor jezelf uitzetten, dat het dan wel werkt.
drivers, kies even zelf een strategisch plekje hier in het bos, als dat lukt. En dan even kijken tot hoe ver we veilig met de voertuigen kunnen naderen. Gunner, zodra jullie vanaf hier echt zicht hebben op het compound, wil ik het horen. Dan weten we dat we de voertuigen moeten ditchen en dan gaan we even te voet kijken. Oké. Okay. Laten we nu op compound moeten staan, waar dan? En dan straks het liefst wel zoveel mogelijk van de weg af. Godverdomme, kutknop. Ja, die kutknop doet het niet. Ik schijn die cap, ik blijf wel in je buurt. Voet geen zicht op compound, wij laten voet vast. Ja, koppie, wij zetten hem hier in een bosje en dan gaan wij te voet verder. Nee, maar dan hebben ze ook nog niet heel echt veel zicht op voertuig, zeg maar. Oh, dan doet hij het wel, hè? Ja, dat is Thomas in. Succes. Wat is het ook weer een kutprogramma, die ICU Corsair kut, sorry. Even proberen door de bosjes te naderen. Als ik die hele software uitzet, dan doet de knop het wel. Doe ik het aan, dan heb ik lichtjes, maar dan doet die knop het niet. Ja, een knop op mijn muis voor de short range. Wat gaan we doen? Ja, gaan we buiten zitten. Laat het voertuig daar staan dan? Wat zei je? Laten we ons voertuig daar staan dan? Ja, ik vak een optie hier. Ja, dat is hoor. Oké, buddy paars gewijs. Eventjes via hardcover naar hardcover een beetje springen, zodat je goed zicht hebt. Bukkend het liefst. En dan even kijken of we een mooie markeersessie kunnen beginnen. Hey Sven. Buddy paar 1 en Sven, kan één van jullie even achter gaan jullie voertuig iets dichterbij zetten waar die van ons staat? Dan kunnen we die zo makkelijker pakken. Sven, heb jij dat de vrouwen? Top. Dus mee. Oké, okay, vanaf hier zicht op civvies in de courtyard naast de radiotoren. Ik neem jullie alvast een beetje mee in mijn plan voor zo. Ik wil graag dat van de buddyparen, dat daar trenches worden gegraven. En dan wil ik initieel vanaf hier het vuur openen. Dus dan ook een vehicle trench waar we die Humvee in kunnen knallen. Dan even het gros van het contact vanaf hier op afstand uitschakelen. En dan kijken we daarna wel hoe we het compound betreden. Maar zoek dus alvast met jouw buddypaar en het voertuig waar je zo meteen bij zit even een plekje. Ik heb twee blauwe lijnen gemarkeerd. Noord 1, 2 Zuid. Kijk even waar je dan je voertuig neer kan knallen. Ik vind wel iets leuks gaaf voor het. Ja. Je gaat hem sowieso kwijtraken. Ja, goed punt. Maar de lange die je doet, zeg maar, misschien een voordeel. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb een mooie plek voor mijn voertuig op zich, dit.
is goed. Thomas, is goed als ik vast een van die Humvees hierheen rijd? Ja, doe maar. Wel een mooi plekje namelijk. En dip hem dan ook gelijk in een trench, dat hij ook gelijk goed gecoverd staat. Wat zei je? Hou er wel rekening mee dat je dan waarschijnlijk groter wordt. Ja, is goed. En bij 1 zit dus op het noordelijke puntje, maar 2 en 3 dus op het zuidelijke puntje. Dus Rob en Julian het liefst ook naar die andere, anders zitten we te vol op een kluitje. We hebben wel eenmaal patrouille richting ons gelopen. Oké, check. Monteer alvast silencers. Onder het mom van dan niet het hele kamp alvast alert als we hun moeten uitschakelen. Het lijkt dat ze langzaam om aan het draaien zijn. Oké, check. Jullie al, Rob, verdelen ook eventjes onder dat jullie ook een trench hebben. Ja, dat is goed. Jullie al, hier voor ons zit ook een hele groep met... En uiteraard, markeringen worden lekker geplaatst. Lekker bezig, boys. Gaat soepel. Gerben, jij was het voor het gaat halen. Correct. Jullie paar 1, heeft iemand voor jullie al gehaald? Nee. Wij graven eerst even een trench, want anders zijn we direct kwijt. Ja, check. Kan dan een van de andere 3 wel aas op dat ding halen? Dan kunnen we zo het vinden. Goed, eigenlijk dus. Check. Iemand anders nog zicht op andere civies buiten diegene naast de radiotoren? Wij kunnen niet graven, schijnbaar. Ik kan hier wel graven. Ik graaf wel iets voor jullie, wacht uit. Voor daar staat. Holy shit, het zijn veel gasten. Gerben, kan jij hem wel ontzetten dan? Aan de zuidkant? Oh ja, check, kan wel. Hij komt er wel nu echt aangereden. Precies, het is zo. Ja, dus hebben jullie je eigen voertuig? Kan niet kwaad. Zoals. Ja, goed idee, KVO. Nee, deze moet je weg, dit is te hoog. Ze zijn alerted. Ja, welke? Deze, want ik zie nog niet echt alerted. Hoofdweg, het was door het kamp heen. Deze moet je weghalen. Oké, voertuigen ASAP, engines uit. Oké, check, vuur openen, vuur openen. Contact, contact! Nou, bravo, contact en open het vuur. Uit. Okay. Zet die Humvee achter een trench, wacht uit, ik rijd deze wel als jij de kunt, man. Ja, check. Humvee is verplicht achter de trench, want anders worden ze met één arpeggio kapot geschoten. Ik wil geen enkel voertuig ongedekt zien. Gunner in het voertuig, de rest verder vandaan, dat je ook niet wordt geraakt door de shrapnel van die trenches. Prioritiseer RPG-schutters als je die ziet. Die hebben de hoogste prioriteit. Dat is oké. Oké, Alpha is ook in positie en heeft nu ook het vuur geopend. Dus als het goed is krijgen wij nu iets minder schoten op onze kant.
tanks. Copy. Ja, ik weet wat je bedoelt. Er zijn maar een paar witte domes die staan daar. Wesley, heb jij pijntjes? Oké, PDP 1 niet. Gerben, heb jij pijntjes? Nee hoor. Oké, heel PDP 2 niet. Rob? Rob misschien? Julian? Rob, PDP 3 is goed. Boon. Thomas? Ja, helemaal oké. Nou, geen pijntjes dan. Netjes. Oké, okay, luif, zometeen wil ik beginnen met onze eerste fase over G. Zie blauwe sectoren 1 en 2. 1 is voor Bunnypar 1, 2 is voor Bunnypar 2. Bunnypar 3, jullie blijven hier Overwatch geven, check. Ja, check, markeer jezelf rood. Lekker, dan krijg je er 1. Ja. Ik zit even na te denken hoe we daar zo het beste heen kunnen gaan. Ik stel voor dat de buddyparen 1 en 2 met hun voertuigen gewoon direct naar cover rijden. En dan daar uitstijgen en even te voet overgeven. En 3, jullie blijven hier en trekken daarna ter voet bij. Check. Kom op. 1, check. Jullie ook krijgen wij zijdelings vuur? Idee heb ik wel. Maar... Oké, jullie hebben ook gehoord wat ik net zei, hè? Jullie dan nog op. Ik hoor jullie niet op short als ik dingen uitleg. Net gezegd. Ander feit ik ook niet echt op de rechte witte dooms. Oké, Bunnypar 1 en Bunnypar 2, hebben jullie zicht op jullie sectoren en een stuk hardcover waar je zo direct heen kan crossen? Ja. Oké, check, bereid je voor. Dan ga ik het even met Alpha communiceren en dan gaan we het doen. Bij die paar 3, jullie blijven dus hier als fire support. Check. Ja, KWO. Alpha, bravo. Alpha hier, bravo. Bravo staat op het punt om blauwe sectoren 1 en 2 te betreden. Over. Pak een grensje langs zij, trenchje langs zij, Julian. Ja, Koppie, kan u dat anders als eerste doen? Want dan zijn er niet twee groepen tegelijk in beweging over. Ik heb wel net, ja... Is Sven er nog? Kan je mij een pakje geven? Koppie, oké, okay, we wachten heel even tot Alpha in een iets betere positie is om ons te dekken. Zodra zij daar zijn, gaan we crossen. Oh ja, ik dacht al dat ik... Ik had al een... In mijn been was ik geraakt. En ik had een breukje of zo, zei die. Althans... Dank je, Fanny. Ik had al toen een ketje gelegd. Kom maar, jochies, kom maar, kom maar. Ja, ik ben goed, ja. Audio op iets zwaars, Zuidoost. Ja, er komt de tank aan rijden op... Zuidoost, Alpha, hier 133. Alveer, bravo, tank, Zuidoost. T-34. Daarachter nog iets anders? Ja, daarachter rijdt een BP3. Oké, check, hebben wij genoeg? Bravo. Denk om ons. Eén heeft geen zucht. Ja, kopie dat, bravo hetzelfde. Geen te rammen dan met dat ding. Ja, Julian? Hit on tank, hit tank is neer. Zijn eugen stegen. Nice. Crew dood. Ja, Alpha hier, bravo, reed ook nog een BMP, BMD, die kwam uw kant op Veroost. Blauwe kraan open.
Negatief, geen zicht meer over. Iedereen goed? Ja. Eén goed. Allemaal goed. Twee goed. Drie goed. Fuck man. Maar hebben, we, ja, hebben ja, wij ja, zicht ja. op die BMP? Komt nou dan. Ik heb zicht op die BMP. Komt er nog één? Dekking? Laat maar wassen, kanon. Oké, ik wacht nog even tot het alpha in positie is, dan kunnen wij vertrekken. Dus hou voor nu nog even je dekking. En die BMP dan? Ja, ik hoop dat zij daar zo meteen zicht op hebben, want wij zien hem niet vanaf hier. Ja, wel meenweg aan de oostkant van het VOP compound kamp. Ja, oké, okay, check. Richt het vuur er maar op. Ik heb geen zicht namelijk. Ja, met wat? Met mijn 556 door een BMP heen? Nee, met Julian, die een panzervast heeft. Ja, dat is boven 400 meter, succes. Zit niet op 800 meter. Ben je de maan voor me? Hij zit dichterbij. Negatief. 600 meter, 640, 630. Zit niet op 650, 600, Julian. Gaat niet worden. Onder de 400. 550. Zie je die opening in de hekken bij die bocht, Julian? Ja, ik heb zicht. Bij die hekken is ongeveer 400 meter. Het is precies 400 en komt dichterbij. 300. Julian! Schiet nice schieten shot. Gewoon met punt 50. Heeft iemand nog een panzervaust voor hem? Leon, maar. Alpha Bravo. Ja, aanstap hulp nodig op BMD, BMP unit op de main road richting Bravo over. Ja, kopie zelfs dat helpt. Globaal rode cirkels. Aanstap hulp, we hebben niks meer over. Nee, er zit geen doel aan. Oké, okay, blijf maar liggen, uit de voertuigen uitstijgen. Dan worden die niet getriggerd en dan ik heb Alpha gevraagd om hulp. Hij komt dichterbij! Ja, we kunnen er toch niks tegen doen, want iemand heeft panzervast. Jezus, wat haat ik dit soort situaties dat niemand ook een panzervast heeft. Ja, maar dan nog hadden we ook wel backup moeten hebben. Ik bedoel, één panzervast is op zich niet genoeg. Als we zo meteen het compound ingaan, heeft iedereen toestemming om een RPG te pakken. Alpha Bravo. Zit erop op eventuele hulp met die BMP. Ja, koppie tanks, ASAP graag uit. Ik. Nog meer tanks? Tanks? Ik. Oh, dit vertraagt de aanval ook weer zo erg. Dat vind ik zo kut. Is dat ding kapot? Bravo. Ze zijn uitgestegen, uitgestegen, ze stegen uit. Uitgestegen. Ja, koppie, dankjewel. Oké, okay, al die disembarks die zijn dood, neem ik aan nu. Nee, ik had. Bij de witte silo's komen weer mensen, witte radars. Ja, 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 ja. Dus gunners weer in de voertuig, even maximaal weer aangrijpen. Bezig. En dan gaan we daarna het compound betreden. Ja, fucking kut dat we niet die... Oh, ik vind het zo kut dat we die RPG's niet hebben. Nou, die RPG's niet. Nee, zet dat ding nog actief? Nee. Wel degelijk wel. Nee, er zit iets heel anders op. Waar zit die dan? Waar zit die
Oké, check, zitten de buddypaar in hun voertuigen? Buddypaar 1 en? Oké, ik ga bij buddypaar 2 instijgen, buddypaar 3 jullie blijven. Dan op eigen inzicht direct naar hardcover rijden, voertuig ditchen en dan op de voet overgeven. Dips niet rijden. Waar komt die andere? Alpha Bravo. Ja, maar dan we wel cover hebben, hè? Wij moeten naar 2. Alpha hier Bravo, Thomas, Bravo kunnen gaan. Gaat met het voertuiggebied 1 en 2 betreden over. Om zich tot nummer 1 mis. Ja, ga maar. Nee, er liggen daar ook nog een plek. Herhaal over. Ja, rechts, hè? Kopie uit. Bijna. Sven. Ik heb nu pijn. Oké, ik ga uitstijgen. Ik ben echt best wel gewond. Jos, die 1-2 mijn scherm is rood. Ik heb mijn knieën tegen het dashboard gekregen. Ja. Jos, die 1-2 is het gebied betreden over. Nee. Zie jij daar nog paksen met RPG's liggen of zo? Zijn die allemaal gedespand? Ik ben bang dat er heel veel weg zijn. Oké, laten we gewoon. Ja, nee, boeien, ik kan lopen. Oké, wij gaan met wapen hoog. We gaan even hier omheen vlinderen. Goed, kijk wat. Oh, hier ligt er eentje. Abul Hajir, heb jij hier? Thomas, die burger is nog in leven. Oké, check. Die zit onder die radiotoren. Als ik je object. Check. Dat is mooi. Even hier recht kijken, hier zit misschien iets. What the fuck was dat? Oh, pas op, ik zit aan de andere kant. Komt de Pax aan de oostkant van de uit? Gewoon killen. Alles goed nog? Oh shit. Ja, waar we okay, maar ik zeg het. Naar deze dome. Julian Rob, kijk even zuid van ons, bij die kleine witte dooms. Ja, wij krijgen ook schoten daar ergens vandaan. Oh, ik zie hem, nee, dus... Wesley Nocky. Check. Ja, ik ga eerst even kijken wat de schade is. Oh, als je bij zou kunnen trekken, kan er zeker geen kwaad. Oké, wij trekken terug vanaf hier en wij trekken dan naar gebied 1. Deze silo's zijn op zich wel clear. We gaan het wel redden met West trouwens. Ja, check, maar we gaan alsnog vanaf jouw kant entry maken. Prima. Rob, Julian, jullie kunnen bijsprinten, ook richting gebied 1 globaal. West is weer bij. Kopje dat. Alpha die is ook het gebied aan het betrekken. Er is waarschijnlijk weer een BMW. Thomas? Ja? Je burger is nog steeds in leven, onder de radiotoren. Ja, check, het zijn er als het goed is meerdere. Maar eerst gebied zuiver en dan kijken we nog wel of die gasten nog leven. Als er nog maar één oh, is. Oh, niet te hard op de muur. Ah. Thomas' benen weer kreukelen. Ah. Thomas kwam klaar tijdens het aanrijden. Oh. Ik kwam met mijn eikel tegen het dashboard. Oké. Wij zijn onderweg naar de compound. Ja, we gaan gewoon dan door. Oké, we gaan vanaf hier dan een beetje over op organisch OVG, zoveel als dat mogelijk is. En graag je markers groen markeren voordat je doorgaat. Want dan hebben we tenminste een idee van hoe de situatie ervoor staat. Nee, maar dat is gewoon met RPG. Ja, check, ik zou het daarom wegtrekken daar. Wat wordt hier binnen, joh. Gezellig. Oké, pas op. Ik zou er open gaan, hè? Jezus Christus. Ja, niet solo, hè? Oké, deur links. Oké. Rechts omheen. Oké, twee deuren rechts. Ik doe er één open, 3-1. Nog een deurtje. Kijk even of ze RPG's hadden.
Alles RPG's? Nee. Kijk, markeer het groen. Nee, nice. Oh, dat wordt leuk. Already looking forwards. Oh, zo. Schrik me helemaal de lamp, het is. Thijs zit erop op, Wes. Ja, Wes is op. Ja, volgens mij is hij prima. Check. Buddy Pearl had het dichtst bij dat doodomcirkelde ding zitten. Ik wil dat jullie die even checken. Sven. Laat even horen wie je bent. Bij geen gehoor ga ik maar even voor het gemak uit van jullie al naar Rob. Wij zitten hier bij ons binnengetreden. Ja, bij het rood omcirkelde huisje. Ja, correct. Ja, ja, kunnen jullie die even kleren? Gaan we doen. En daarna gewoon... check. En daarna gewoon organisch overgeën richting Zuidoost. Gewoontjes kleren. Yo, ga maar door met overgeën. Markeer hem wel even groen. Gewoon alles waar nog geen stip of zo op zit, gewoon even overgeën. Like you're used to. Yo, check. Ik ben mee. Service on the loose. Ja, check. Als je kan, probeer ze te capturen. Maar ga er niet voor uit je weg. Veiligheid eerst en dan die civie second. Die paksen die net uit die loods komen, links van jullie is ongeveer noordwest. Daar liep een civie. Om het gebouw heen. Nee. Wacht uit, ik doe deze even groen. Sven, je gaat zo meteen afgestraft worden voor solo OVG, je weet het. Deur rechts. Ik kijk de diepte in. Kijk, buig links. Het is clear. Links, clear, links, clear. Twee deuren links. Ik heb erop, Nokkie. Blijf hier. Check. Simpje gevonden. Clear. Als Rob Nokkie, markeer jezelf rood en dan komt er zo'n CLS naartoe. Eén Civi knocked. Oké. Dan markeer ik hem hier eventjes met Civi. Dus één keer Civ. Als je het Civ aantreft en die staat captured, markeer hem dan gewoon even. Dan kunnen we gewoon doorgaan met OVG. KVR. Thijs, Wes, kunnen jullie even kijken bij Rob en Julian? Al onderweg. Ja? Nee, Kia. Sorry man. Alpha Bravo. Ja, Alpha Bravo, beware. Civ is on the loose en in gebouw. Okay. Ja, vanuit Zuidoost. Eén pak, maar hij heeft wel een BK volgens mij. Oh, hi. Ja, is goed. Hier dan net om die laatste maar Zuidoost. Zit erop, heeft Rob een CLS nodig? Want dat is nu dus niet duidelijk. Rob is ja, Rob heeft CLS dan. Check, Gerben en Sven, dan denk ik eerst even afbuigen naar Rob. Kut ons. Jo, check. Dan gaan jullie maar eventjes naar Rob en Julian. Dan Thijs en Wesley, mogen jullie doorgaan gewoon met OVG. Ja, oké, check. Kan dan ASAP naar Rob, want dan zijn we weer volledig. Kunnen we sneller overgeven. Ik wil even al die buddyparen op, dan kunnen we hier sneller doorheen, anders duurt het weer zo lang. Onderweg. Ik overgeef wel even samen met Jensen. Ja, we moeten echt even beter opletten, man. Het gaat niet goed. Oké, ik piek. Wil je alles tot aan de civies gekleed hebben? Ja, positief. Kom. Yep. En als iets nog geen groen lijntje hebt, check het gewoon even. Ook als het gewoon een soort gekke overkapping is of zo, zet gewoon een groen lijntje doorheen, want anders dan is het telkens duidelijk.
Ik hoor iets zwaars. Laten we die loods nog even nazuiveren. Oh, check. Dan even kijken hoe wij hier omheen kunnen, wat handig is. Ja, ik ga laag. Zag ik niet waar het vandaan kwam, moet ik zeggen. Uit dat gebouw, maar... ik zie ook niemand pieken uit het raam. Oké, okay, nice. Yo, zicht. Wat zijn? Als die slet weer piekt. Rob is op, daar komen we weer aan. Yo, check. Herorganiseer maar in de originele buddypaar en doe maar een speedcore OVG. Friendlies? Let op, friendlies in het oosten. Ja, nee, inderdaad. Dan kunnen wij wel hier aan deze kant de ingang zoeken. Ja, inderdaad. Gerb, het moet geen pak hebben, want ik ben een beetje aan het zwaaien. Ja, je kan... zou je nu echt even moeten accepteren. Kijk, deze moeten we nog even pakken, denk ik. Yep. Gekke. Gekke waggy. Niemand? Nee. Oké, okay, nice. What the fuck is deze deur? Doe de deur open en de deur open. Sven, iets met sifs, hè? Hm. Echt in de box van sifjes gegooid. Ze zijn met vier met gaan. We hebben één, zit op. Gewoon. Check. BB3? Ja, nou, niet helemaal groen. Op, maar Robert kan pakken. Oh, jezus. Heel veel siffies gevonden. Alfa Bravo. Alfa Bravo, Bravo trekt het binnenplein. Meerdere siffies aangetroffen. Nog levend ook. Ja, die siffies komen straks wel. Negatief, niet geweest over. WP1 en 3 kijken of jullie, als jullie daar klaar zijn, aanstaan we ons kunnen aansluiten hier in de binnenring. Dan trekken wij. Via blauwe lijn zijn wij naar binnen gegaan. Hoppa. Bye bye. Yes, yes, yes. Als het kan. Ja, het kan. Mooi man. Hoppa. Nee, nee, gaat net goed. Hoppa. Iets van een markering zetten. Hoe associeer je dat geluid überhaupt met de BM21? Nou. Kunnen jij, Gerben, die units hier links pakken? Ik denk dat je als voor je rug staat. Nee, ik zit strategisch om het hoekje te pieken, omdat ik niet doodgeschoten word. Ziet er echt uit alsof je een rug aids hebt. Zo, die is dood. Noem je dat scoliose? Ik was even de naam vergeten. Thomas, heb jij net de hele toren gehad? Herhaal? Ja, ook clear. Ja, je bent bij de buitenmuur langs allemaal torens gelopen. Ben je daar naar binnen geweest? Oh ja, mijn buddies... ja, mijn buddies moeten Marcus even updaten, maar daar zijn we allemaal geweest. Doe dan. Heel blij.
heb zicht links. Ik heb zicht links. Ik heb links. Ik heb trap links. Ik loop door. Trap links. Ik zit weer hier. Piek trap. Hoppa. Ja, die heb ik al. Ik hou er boven. Ja, check. We lopen maar door. Yo. Ik ga links pieken. Links is clear. Oké, ik breek door naar links. Nog een trap. Holy. Auw. Oké. Meerdere deuren hier. Doe er eentje open. Ja hoor. Deze clear. Oké, okay, nog één verdieping. Dak en daarna moet ik even bandagen, want yo. Ja, en toen gingen jouw kogels door hem heen in mij. Dat deed pijn. Er gaat hier een radio? Ja, die hoor ik al tijdens een voetbalwedstrijd, joh. In ieder geval niet het telefoongeluid van de ID. Elkaar naar een pak geven, we zijn gelijk weer klaar. Oh, fuck, run. Telefoontjes, telefoontjes, weg van de gebouwen, weg van de gebouwen. Wat een lul, wat een ongelofelijke oetlul zeg. Shit. Kutje. Ja, gebouw was geboobytrapt, dus let op, bij telefoontjes zodra weg. Ja. Alfa Bravo. Oh, we zijn allebei Alfa Bravo, Bravo is juist geboobytrapt in een gebouw. Bij het horen van telefoontjes, ASAP evacueren in verband met ID zo. Wat een eikels die pop zegt. Renners, de civies. Bravo. Oh, oké. Die kunnen allemaal open, nice. Waar ik aan de laatste twee kogels, dat was super. ID weer. Dat was een klein ID. Die ID zegt echt. Ik wil niet meer. Kutje. 1 en 3 zet erop. Nee, groen. Ja, groen. En 3. Groen. Groen. Check. Kunnen jullie al die hostages die je daar ziet al op een soort centrale plek organiseren? Mits alles veilig is hoor. Eerst doorgaan overheen, daarna even kijken of we die hostages ergens kunnen zetten. Ja, hostages zitten al centraal. Kopie. Er is een gebouwtje gestort, wij leven nog. Ja, ik gaf net al de call van dat bij telefoontjes de gebouwtjes geboobytrapt zijn, dus dan moet je weg. Er was geen telefoon. Geen telefoon. Jawel, bij ons wel. Waar is die andere? Yo. Ja. Oké, okay, nice. Rap, kom daar uit, telefoon! De telefoon gaat. Ronnie, moet je even opnemen, ja. Dit is best wel een sick comp, eigenlijk. Oh, ik hoor hem! Een minuut later, ik hoor hem. Dat was een explo bij Alpha, ik heb ze gewaarschuwd. Drago zit bij de civies in de tot nu toe allemaal nog levend. Uit. Lijkt wel dat hij schiet hier, hè, raar. Ja, we zijn de best nu dapper geworden. Oh. Yep. Wil je naar binnen gaan? Ik kom er nu. Armpje dicht. Fortress. Oké. Okay. En dan een Saline.
Ja, volgens mij wel. Ik nog te kijken. Ja, dat gebouw is kapot. Er zal nog even doorheen lopen. Of er nog een of ander figuur zit. Thijs, voor zo meteen. Bedenk alvast even iets dat wij zo meteen een 180 Noord hebben. Dus qua posities waar ik ben. We hebben Noord, check. Alpha, correctie, bravo. Negatief gevoeld in het compound, wel handig als u bij bent, dan kunnen we daarna kan kijken. Kan ik een CLS op het dak krijgen? Ik voor mezelf, u 180 geel. Zuid, ik heb 180 Noord in de binnenring over. Dak van het gebouw. Positief. Merci. Oké, Alpha die pakt zo de 180 Zuid, we hebben 180 Noord. Thijs gaat je zo met je buddy een plek aanwijzen. Ga je ergens in een toren zitten, zodat je goed overzicht hebt en goed kan schieten. En dan gaan we even afwachten wat de vervolg wordt. Ja, joh. Dus wacht even tot Thijs je een plek heeft gegeven. Ik heb de pijlen vast op de kaart gezet. Dat zijn die grote grijze torens. Twee zit in de oostelijke en drie in de noordwestelijke. Ja, gezien. En wij zitten waar we zitten. Gezien, Gijs. Heb je dat ook geroepen? Telefoontjes, telefoontjes. Die zit in het gebouw, die zit in het omgeslagen gebouw. Ik hoop maar dat het niet dit gebouw is. Jawel. Van opzijde. Ja, die pauperum die van hem. Maar Sven, moest je niet bij je buddy zetten? Dat is goed, is op 2. Oh, dat wel. Maar goed, nu heb ik je erop gewezen, in ieder geval. Mocht scherp en je straks kwijt zijn. Heb jij nog één voertuig wat even langs die... Oh, daar heb ik het niet over. ...in het noordwesten kan rijden, daar zit één... ik heb het over van alles, maar niet daarover. En heb jij je beveiliging richting Zuid? Ik heb mijn beveiliging richting Noord, die staat. Oké, check. Nice. Als het goed is, heb je Buddy Gerrit toch? Kan je die markeren in paars, dan weet ik hoe het... Ja, hi, ik ben er. Hey, lelijk het. En dan moet ik even kijken wat we nu moeten doen. Ja, als Scherp het toch al hier is, dan maak ik het nog wel beter. Maar ik denk als we in deze binnenring... Hey, hallo. Dan zit je ook echt in de binnenring. Ja, Rap vanzelf. Dan heb ik een beetje... dat sowieso, maar dan heb ik een beetje een slecht verhaal. Want dan zijn beide CLS'ers. Plus twee paksen omgekomen. Ja, gewoon ASAP afzijden. Wie gaat hem ophalen? Jullie zijn groen. Nou, als jullie even kunnen helpen met alle groene markers en dergelijke weghalen, dan hebben we een beetje zicht op de kaart. Gewoon alles, alles. Nee, die één keer SIF mag blijven staan. En onze buddypaar markeringen. Ja, bij die part 2 zet jullie zelf er even op de kaart. Iemand heeft die verwijderd. En de rest ook verwijderd, chill. Someone didn't... Ik zet het wel op de kaart, komt goed. Ja, die zat hier. Groene cirkel. Het is ook ingewikkeld. Ja, dat zou ik wel een grote kans geven. Dank je thuis gezien. Ook niet hebben. This is Dutch Armed Forces Alpha and Bravo Group. Any friendly NATO forces on this net, please report in. Ja, ik wel niet. Ik kan wel wat falen. Ja. Koevoet. Kop, ben jij groen? Ik? Ja. Ja, ik niet gewond, ja. Geen pijntjes. Top. Nou. Julian? Piek Bello BV. Okay. Even terugkomend, ik heb net al om een pak gevraagd, maar ik heb los veel bloed. Maar ik ben doorgegaan. Oké. Okay.
Gerben, je kan wel even langs lopen. Ja, hoort. Nee, ik loop wel, joh. Ik dacht, daarom vraag ik even. Ander... of er iemand pijntjes heeft. Oké, volgens mij gaan die civies ontploffen. Oh. Ja, ik ben gewond. Iedereen op je positie blijven. Iedereen op je positie blijven. Blijf scannen, ik verwacht een attack. Ik ben in de buitenste ring, even voertuig halen. Ja, kopie. De rest allemaal in je sector blijven. Ik ga ervan uit dat je allemaal zit waar Thijs heeft neergezet. Ja, correct. Rustig. Nee, ga. Ja, nu één tegelijk. Ik heb niet in huis. All for nothing, XX dimensie. Ja, maar we zitten nu ingegraven. Ik ben bang dat ik zo meteen echt een lul ben. Dat is wel lastig. Hoef je niet bang voor te zijn. Want als we weggaan, wat gaan we dan doen? Waar gaan we dan heen? Ja, dus ik zou hier blijven en verdedigen. We gaan naar bed. Oké, ik kom bij... Even kijken welke buddy paar. Oh. Ik kan bij 3 gaan zitten. Ja, ik kom bij 3 zitten. Wat nog nou? Het is gewoon voor jullie, de rest blijf je eigen sector scannen. Ik wil 360 awareness hebben. Alleen je eigen sector scannen. Ja, dit gaat één buddy van niet halen. Oké, okay, check. Check. Dan andere buddyparen bijvuren, maar vergeet niet af en toe je eigen sector te checken. Dat is de essentie van wat ik wou zeggen. Check. Ja. We blijven hier verdedigen, we zitten erin gegaan. Ja, dat is dan je uitslecht inschatting geweest. Auw. Heb auw. Die heb neergezet. Wel een flipje later, hè. Wat klaar. Wesley, je leeft vanaf. Van Westie uit Kia. Ja, ja, hij is. Ik leef. De vele orders van Romeo zijn nu ook binnen. Stand houden en wachten op exfil. Dus bij deze. Spaar je ammo, dan ben je effectiever. Ben, we kunnen zo in de toren gaan zitten, we zitten te veel op het dak. Ja, waar wil je dat wel zin hebben? Ja, succes. Run away. En luid check onderling even af en toe met je buddy, niet dat je te druk bezig bent met schieten en dat je niet door hebt dat hij naast je ligt dood te bloeden. Nou, hier niks. Ik heb nog een 4 ook, vierbouw, dat is wel lekker. Ja, veel meter richting Noord leek afgeslagen. Oké, okay, we krijgen support van een Redskin. Dus Haley wordt friendly, Haley wordt friendly. Rook gepopt! Hij is overgelopen in op noord. Stand. Check. Buddy paar 1 en 2. Ik heb geen zicht op jullie. Zet erop. Ja, maar 1 gewoon. Copy. Dat is een heel uitgebreide beschrijving van iets. What the fuck? Ik heb zit die laatste fuck. Gaat lekker lui, goed bezig. Zicht op contact. Positief.
Noordwest. Drie zitruim. Groen. Thomas. Yo, ook groen. Twee. Scherp, mooi. Lekker. Ik zie honden. Ja, ik ook. Zo heb je nu pas je ogen open. Die heb ik al net aangegeven. Ja, ik dacht dat het een grapje was. Denk het. Maximaal schieten de ander, kijk ernaar en denk van fuck hier. Veel van het leven. Oké, luister, zit erop. Er gaat een grizzly van de Amerikanen landen in het midden van het compound. Buddypark 3, wij trekken terug naar de binnenring. Want dan is het zometeen makkelijker instijgen. Jullie blijven daar, Buddypark 3, wij gaan naar de binnenring. Ja, oké, kappa. KWO. Wij moesten toch blijven zitten? Nee, ik zei één ding en dat was bij die paar drie naar de binnenring. Zodra die staat, ga er maar in. Dat past niet. Bij de Sinok. Per Buddypaar, laten weten als je in bent. Buddypaar 2 in. Buddypaar 3 in. Nee, in. Hè? Nou, we kijken, dan doe ik even zo bewegen, want anders zit mijn kop helemaal gek. Waar zit er nou in? Ik kan niet het algemeen beeld laten zien. Lekker, ja, hoe moet ik praten tegen mijn visite? Mag ik een pak? Ja, check. Laat je horen als je iemand anders bent en ook een pak nodig hebt. Ja. Hey, lekker gewerkt, boys. Oh, kom fast move langs. Vast wel. De dag kies je op. Ja, ik ben daar klaar. Ik heb een rebrief. Ik heb zo'n rebrief. Ja, ik kom pak. Gijs, ja. Alpha man. Okay.
Hoe zijn ze bijna? Uitstijgen en dan NX. Wapens ontladen. Lekker gewerkt, laag ging soepel. Was gezellig. Was gezellig.